Welkom bij Boerenbiz CCV. En deze keer gaan we het hebben over de rente. En dat doen we zoals altijd met Edin Mujahid, hoofdeconoom bij Vermogensbeheerder OHV. Edin, welkom. Dankjewel, Erik. Deze week heeft de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank, vergaderd. Wat hebben zij besloten? Zij hebben eigenlijk besloten dat te gaan doen waar van iedereen op de markt dacht, dat gaan ze doen. Namelijk, rente gaat verder omlaag. Met? 25 basispunten, dus 0,25%. Dat was eigenlijk het minst spannende deel daarvan. Waarom? Waar ik echt van genoten heb is, kijk, als de Fed iets doet, dan is er altijd een conferentie na afloop waarin ze het gaan uitleggen. En nu was het heel lastig, want als je als aanvoerder van de Fed nu zou hebben gehint op dat er nog meer renteverlagingen aankomen de komende maanden, dan liep je het gevaar dat de markt zou kunnen gaan denken, wacht even, het gaat economisch goed en toch gaat de Fed de rente verder verlagen. Dus misschien gaat het toch niet zo goed als dat we dachten. Het gevolg kan dan heel snel zijn chaos op de financiële markten. Het laatste wat je wilt hebben. Zou je daarentegen erop hinten, duidelijk hinten, dat dit de laatste verlaging is geweest en dat er niet meer verlagingen komen, loop je weer hetzelfde risico. Want dan denkt de markt, we maken ons toch een beetje zorgen, want we hoeven niet meer te rekenen op hulp van de Fed. Nee. Dus het was een ontzettend lastige act, als het ware. De baas van de Fed moest aankondigen dat de rente omlaag gaat. Hij moest tegelijkertijd aankondigen dat het niet vanzelfsprekend is dat ze daarmee door zullen gaan. Maar ook dat het niet zo is dat ze daarmee zullen gaan stoppen. Nope. Zonder dat de markt in paniek raakt. Nee. En daar is hij in geslaagd. En dat was geweldig om te zien. Dat is echt een kunst. Ja, wat zegt dit besluit over de staat van de Amerikaanse economie? De vorige keer hebben we het erover gehad dat er dagelijks 75 miljoen dollar in de economie wordt gepompt. Ja, dat staat er dus helemaal los van. Waar de Fed afgelopen woensdagavond over besloot, is de rente voor die hele economie. Die hulp aan de geldmarkt in Amerika, waar we het vorige week over hadden, is hulp aan één bepaald segment van de markt. Daar is overigens ook iets nieuws op te melden, want waar ze het in eerste instantie hebben gezegd, wij gaan die markt steunen met onder meer minimaal 75 miljard dollar per dag. Dat is nu opgevoerd naar minimaal 125 miljard dollar per dag. Het goede nieuws is, je hoeft je in ieder geval geen zorgen te maken dat Amerikaanse banken in problemen gaan komen. Dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is dat je toch afvraagt, als die markt zoveel steun nodig heeft, dan is er iets gaande wat je niet graag ziet op die markt. Ja, want aan de ene kant, in Amerika wordt er nu veel geld in de economie gepompt. In Europa, de ECB, die pompt ook veel geld in de economie. Ja. Hoe lang kan dat doorgaan? De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het heel lang kan doorgaan. Als de vraag is, is het gezond wat ze doen? Dan is het antwoord heel helder nee. Ik denk dat je het beste kunt zien met een ondernemer uit de agrisector. Als hij elke dag van het jaar het water zou aandoen op zijn grond, dan weet je, je oogst mislukt, want er is gewoon te veel water op je grond. Nou, dit is ook te vergelijken daarmee. Wat de centrale banken doen, de Fed en de ECB, is ze blijven maar water strooien over de financiële markten. Heel lang kan het goed gaan, maar vroeg of laat gaat het fout. En we dweilen met de kraan open. Het is, daar komt het op neer, ja. Even naar Europa, de ECB. Vandaag 1 november is de eerste werkdag van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. Ja. Deze week kwam ze al in het nieuws. Toen was er nog geen bankpresident, waarbij ze Nederland en Duitsland een beetje kapittelden. Ja. Dat die te veel geld oppotten wat ze moeten steken in de economie. Wat is jouw oordeel daarover? Nou kijk, op het moment dat je een nieuwe aanvoerder van de ECB krijgt, dan weet je één ding zeker. Hij of zij in dit geval blijft 8 jaar zitten. Dan is het heel goed om te proberen in te schatten, wat voor iemand is het? Waar legt ze de prioriteit op en waar juist niet? Als zij deze week had gezegd, ik vind dat Duitsland en Nederland, twee landen van de muntunie, die qua begroting ruimte hebben om economie te stimuleren, maar dat onvoldoende doen. Als ze had gezegd, ik vind dat onverantwoord, maar ik vind
ook kon verantwoorden wat Frankrijk en Italië doen, namelijk te veel in schulden gaan zitten, dan had ik gezegd, uitstekende start van die 8 jaar. Dan had ze namelijk aangegeven, evenwichtig oordeel. Het feit dat ze alleen 2 landen eruit haalt, die zich doorgaans hebben gehouden aan Europese begrotingsregels, en impliciet de schuld voor eventueel lagere groei in de toekomst nu al neerlegt bij Duitsland en Nederland, zegt heel veel over hoe zij gaat opereren in de komende 8 jaar. Ik denk dat alles wat haar voorganger heeft gedaan, dat die lijn moeiteloos doorgetrokken wordt naar de eerstkomende 8 jaar. En dus eigenlijk bijtrekken van de zwakke broeders, om het zo heel compact te omschrijven. Daar komt het op neer. Dat is geen goede zaak voor de eurozone als geheel. Als je dat op de agrarische ondernemer, zeg maar de boer betrekt, van ja. hoe boervriendelijk kunnen we de Lagarde noemen? Kijk, als je het heel nuchter zou gaan beschouwen als het ware, en dat doet een agri-ondernemer bijna per definitie, hij is nuchter in zijn vak, dan zou je zeggen, voor het beleid van de ECB zou het goed zijn als dat afgestemd wordt op maximaliseren van voordeel op lange termijn, niet op korte termijn. Wat de ECB afgelopen jaren heeft gedaan, had heel weinig van kijken naar lange termijn en heel veel van hoe kunnen we zoveel mogelijk voordeel op de korte termijn plaats laten vinden. Wat ik net al zei, met de nieuwe aanvoerder lijkt daar geen wijziging in op te treden. Dus waar afgelopen jaren in mijn ogen samen te vatten zijn dat de ECB niet al te agri-vriendelijk is geweest, ben ik bang dat dat de komende jaren niet anders zal zijn. En hoe vertaalt die agri-onvriendelijkheid zich? Kort. In eerste instantie merk je daar heel weinig van, omdat iedereen voordeel heeft bij die lage rente. Alleen vroeg of laat gaan de negatieve bijwerkingen daarvan zwaarder wegen dan positieve effecten van het beleid. In de kredietverleningen, zeg maar, ja. Inderdaad. En op den duur, ook hier geldt voor, van alle maatregelen van de ECB komt eerst het zoete deel, het zure komt daarna. Ik vrees dat we nu heel lang geproefd hebben van dat zoete deel, dat we denken, zo gaat het eindeloos lang, ja. Zo werkt het niet. Het zure deel is onvermijdelijk en komt vroeg of laat weer. Een correctie. Een correctie. Ja, en dat is, als je dat samen bij elkaar optelt, de optelsom is negatief, ben ik bang. Okay. Nou, dat is een slechte afsluiter wat dat betreft, maar Edin, dank voor dit gesprek. Dankjewel. Dit was Boerenbusiness TV en tot de volgende keer.